Komt ie? Dat schudden betekent dat het weer gelukt is om de Arethusa te starten. De sleepboot is de grote trots van Sylvia en Krijn uit Nichtevecht. Uren werk zitten er in het opknappen van het meer dan 80 jaar oude bezie. Wij zijn sowieso heel erg geïnteresseerd in hele oude dingen die niet meer gemaakt worden. Die vaak voor oud vuil in de hoek liggen en waar niemand meer naar kijkt. En om het dan helemaal op te knappen en weer helemaal te restaureren, dat is wel onze passie. Sleepboten hebben één ding gemeen. Ze hebben altijd een ander schip voortgesleept of geduwd. Maar verder zijn geen twee sleepboten hetzelfde. Allemaal hebben ze een andere taak gehad. De Arethusa werd geboren als Ina in 1927. Nou, hij was van de gemeente Haarlem. Hij was van de gemeentereiniging. En hij onderhield de bruggen, zeg maar, van Spuinen en de grachten. En hij trok vuilnisschuiten gewoon. De Nationale Sleepbootdagen zijn het ene jaar in Vianen en het andere in Zwartsluis. Er komen wel 250 oude sleepboten op af, waaronder veelvarende monumenten. Volgend jaar is Vianen weer aan de beurt, maar dat gaat niet door. Ja, dat is vreselijk. Ja, dat kan eigenlijk niet. Vianen staat onder curatele van de provincie. De gemeente draagt meestal zo'n 23.000 euro bij aan het evenement, maar dat lukt niet meer. Doodzonde, zegt dit stel uit Nichtevecht. Je ontmoet alle sleepboten uit heel Nederland. Iedereen komt daar naartoe. Heel veel plezier met elkaar, met al die boten daar over het water te varen. Prachtig zin. De organisatie van de sleepbootdagen gaat wel op zoek naar een andere gemeente voor het evenement. Hij heeft het goed gedaan, het karretje, en nou mag hij weer rusten. Dat is prima. Hij maakt wel veel geluid, hè? Hij maakt veel geluid, maar wel heel prachtig, hè, dat geluid.